Ze verloor vorig seizoen op de laatste speeldag de titel aan Twedo, omdat het zelf van Sleen verloor. En dus is de ploeg van trainer Mannix Bakker uit op revanche. Maar de beginfase is voor Sleen. 10 minuten gespeeld. En dit is slordig uitverdedigen aan de kant van de thuisploeg. En ook doelman Jesper Reuvers doet dit natuurlijk niet goed. Ja, en dan is het een soort scrimmage. Er komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Jeroen Mens. En die kent geen genade. En al vroeg in de wedstrijd, Sleen op voorsprong. 0-1. Ja, het is natuurlijk slordig en slecht. Het is eigenlijk nog onbedoeld een assist. En Mens weet wel raad met dit cadeautje. En niks revanche, Sleen op voorsprong. 0-1. En dit is wel even een tik op de kin van Sweel. Ze hebben het lastig. Even later, weer Sleen. Voorzet is prima. En ja, is het terugkoppen of zelf op het doel koppen? Hoe dan ook, Mark Dekker verzuimt om Sleen op 0-2 te zetten. En na een half uurtje komt Sweel wat beter in de wedstrijd. En het eerste kansje van de wedstrijd is in de maak. En net geen controle voor Jasper van der Veen. Doelman Niels Klappenburg reageert attent. Maar Sweel meldt zich en wordt langzaam maar zeker wat sterker. Dit is slecht uitverdedigen aan de kant van de gasten. En dan komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Jort Jalving. En dan is het Klappenburg die uitstekend redding brengt op de poging dus van Jalving. Dan weer Sweel met een gelukje. Komt de bal uiteindelijk op het hoofd van aanvoerder Jorrit Reuvers. En weer is Klappenburg attent. De corner zou niks opleveren. Ruststand 0-1 in het voordeel van Sleen. Tweede helft komt Sweel beter uit de kleedkamer en zet direct druk. Het is een heerlijke paas en een nog betere aanname. Uitstekend gedaan. En dan is het Stijn Jansen niet met de gelijkmaker. En weer is het Klappenburg die attent reageert. Maar Sweel dus duidelijk op zoek naar de gelijkmaker. Weer de ploeg uit Zwelo. Jort Jalving wil al een tijdje de bal. En wordt uiteindelijk gevonden met een gelukje. Jalving. Wurmt zich erdoor. Jalving. Klappenburg met problemen. Maar attent mee verdedigd. Maar Sweel laat de intentie zien. Maar daarna vervlakt het spel een beetje. Veel strijd, weinig kansen. Dit is nog een keertje Sleen. 10 minuten voor tijd. En dan is daar het afstandsschot van Lars Meijer. Maar geen probleem voor Jesper Reuvers. En blijft het 0-1. Kan het er nog voor Sweel. Blessuretijd. Doelman Reuvers mee naar voren. Wordt gezocht. Niet gevonden. Overtreding gefloten. En dan is de wedstrijd afgelopen. Sleen wint in Zwelo met 0-1. En dus geen revanche voor Sweel. Ja, ik had er wel op gehoopt in ieder geval. Dus dat was doelstelling 3 punten vandaag. Dus dat niet lukt is teleurstellend. Ja, makkelijke vraag, misschien moeilijke antwoord. Hoe kan het? Ja, ik vond ons aan de bal vandaag matig. Verkeerde keuzes, heel slordig. En dan zie je dat je onvoldoende aan voetballen toe komt. En dat speelt Sleen een beetje in de kaart. Het is zeker lekker. Winnen is altijd mooi, maar tegen Zwiel. Ja, voor de jongens helemaal mooi natuurlijk. Het is voor mij iets minder derby dan voor de jongens. Maar het zijn heerlijke punten. Het was strijd om iedere meter. Maar echt goed was het niet voor negen. Nee, ik vond vooral de tweede helft was niet het voetbal niet heel mooi. Maar ik vond op basis van de eerste helft vind ik de 3 punten zeker verdiend. En dit is de stand in de zondag derde klasse C. Pessen aan kop, nog geen puntverlies, 12-4. Ruinen op plek 2, dan Raptin Sweel nog wel vierde. Maar Sleen heeft de aansluiting met Sweel gevonden op plek 5. RTV Drenthe.